bijzondere van een denksport als dammen is dat het echt een sociaal bindmiddel kan zijn. Dus mensen die vaak bij gewone sporten kansloos zijn omdat ze gehandicapt zijn of een beetje in de war zijn, kunnen vaak bij een damclub nog prima terecht. En iets anders wat ook leuk is aan het dammen is dat het jong en oud kan verbinden. Dus je zult vaak zien bij het dammen dat kinderen met hun opa of oma een wedstrijdje spelen. En als ze bij een club zijn, dat ze ook samen met mensen van een hele andere generatie in een team zitten. En zo de voormalige wereldkampioen Roel Boomstra bijvoorbeeld, toen hij een jaar of 10 was, toen debuteerde hij al in het eerste team. En toen speelde hij samen met mensen die soms de 50 al gepasseerd waren. Dus dat is bijzonder aan het dammen. Het houdt mensen aan boord die vaak buitenbeentjes zijn in de samenleving. En het verbindt jong en oud.